We gaan richting Doesburg zo dadelijk en ik heb gisteren de weiden al klaargezet, dus ze kunnen er zo in. En kunnen ze daar lekker groen gras gaan vreten. Wij hebben om en nabij 2000 schapen. En wat doet u daarmee? Wij begrazen alle groenstukken in de omgeving Achterhoek en Liemers. Normaal gesproken zouden ze dat met maaimachines doen, met trekkers. En wij hebben bedacht om dat met schapen te doen, op een mooie natuurlijke manier. We hebben ook een bioloog nog in dienst. Die komt af en toe kijken en die gaat kijken naar het bodemleven. En of er nog meer dieren zijn bijgekomen. En dan hebben we het over lieve heersbeestjes, egels, bijzondere planten bijvoorbeeld ook. Dat komt allemaal door de schapen? Ja, de natuur laat natuurlijk alles vanzelf groeien. De bloemetjes die bloeien op in het voorjaar. En als in het najaar bloemen hebben zaad geschoten, dan vreten de schapen de zaden op en die poepen ze ergens anders weer uit, waardoor je nog meer bloemetjes krijgt.